Vandaag boodschappen doen, want er zijn speciale kassa-medewerkers, hebben wij gehoord. Ja, wel leuk. Hebben jullie er zin in? We hebben heel veel zin in, hè Dex? Want wie zijn de kassahelpjes? Vrienden van mij en die heet Raf en Mees. Wel leuk. Nou, bedankt dat wij even een vraag mogen stellen. En, wat komen jullie hier doen? Werken bij de kassa. Jij ook? Ja. Ze mochten kiezen, ze konden uit verschillende dingetjes kiezen. Wat mochten jullie nog meer uit kiezen? En vakkenvullig. En waarom hebben jullie dan voor kassa gekozen? Wij vinden dat heel leuk. En ziet het hier al leuk uit? Ja. Zeg Merte, ken je ergens van? Ja, van Cyrus. En wat ga jij hier vandaag doen? Bij de kassa. Leuk. Karen, ik zie veel kinderen hier. Wat gaat hier gebeuren? Nou, omdat we 25 jaar bestaan, hebben alle kinderen een sollicitatieformulier in mogen vullen. Wat ze heel graag wilden doen. De ene wilde cashier zijn, de andere vakken vullen, op het brood en alles. Dat hebben ze op mogen geven. De formulieren zijn aangekeken. En nu zijn ze allemaal hier om hun werk uit te voeren. Oh, dat is wel leuk. En was het moeilijk om het allemaal te realiseren? Nou, op zich valt het wel mee, want daar hebben we natuurlijk onze mensen voor. Angelique en Lieke, die hebben dit allemaal tot in de puntjes voorbereid. En nu zijn wij er om de afwerking te doen, zeg maar, van het hele geheel. En kijk ze nou staan, onze kindertjes. Ze gaan het allemaal heel leuk hebben, dat geloof maar. En heb je er een beetje zin in? Ik wel. Ik hoop de kleintjes ook allemaal, en de grote, kleine en grote. Vanaf 6 jaar mochten ze zich opgeven en het was echt heel erg leuk. Ja. Nou, leuk. Hoi, waarom heb jij je overgegeven? Wat ga je hier doen? Vakken vullen. Ja? Kijk, ik heb voor jou een busje. Heb je er zin in? Ja. Nou, heel leuk. Veel plezier alvast, hè? Ja. Waarvoor jij baas? Nee. Nee? Nou, waarvoor krijg ik ze deze sjaal om? Nou, deze sjaal hebben alle kassiers en kassières altijd om, zodat ze weten wie de belangrijkste personen van de winkel zijn. Toch of niet? Of is dat gewoon een grapje? Ja. Ik ben niet blij. Jij bent maar blij? Een hartstikke stoer is dat. Hey. Nou, wat leuk. Lieke, ik zie dat het een hele grote succes is. Ik zie echt heel veel deelnemers hier. Ja, er zijn inderdaad veel kinderen komen opdagen. We hebben zelfs een extra dag ingelast, omdat het zo'n groot succes was. Dus het is heel leuk om te zien dat alle kinderen er zo enthousiast over zijn. Ja. Volgens mij hebben we dat kopje al gehad, hè? Jullie hebben allemaal mooi jullie shirt aan jullie naamkaartje. Dus dan mogen jullie daar een vinkje zetten. Hebben jullie allemaal een pen? Ja. Angelo, alles onder controle hier? Ja, vandaag alleen maar lieve klanten en lieve collega's. Nou, bedankt. En lukt het hier een beetje? Ja. Vind je het hier een beetje leuk? Wil je pin? Nee. En lukt het een beetje? Ja. Zou je hier denk je later willen werken? Dat weet ik nog niet. Nou, nog steeds succes. Ja, dankjewel. Willen jullie later allemaal achter de kassa gaan zitten? Dat weet ik nog niet. En jij? Dat weet ik ook nog niet. Nou, maar vinden jullie het wel leuk om te doen? Ja. Ja. Ja? Ja. Nou, nog veel plezier. Ja. Ja, dankjewel. En lukt het hier een beetje? Ja. Ja hoor. Ja. En vinden jullie het al leuk? Ja. 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 Nou, bedankt dat ik jullie mocht interviewen. En wat moeten ze hier doen? Ja, dan komen ze kennis maken met de broodafdeling en even kijken hoe dat hier is. In heel de Albert Heijn gaan ze kijken of ze hier een keer kunnen komen werken. Zo, dat is wel leuk. Ja, zeker wel leuk, ja. Zo, jij kan daar goed. Ja. Vind je het al een beetje leuk? Wil je denk je later werken? Ja, ik denk het wel. Nou, bedankt dat we jou mochten interviewen. Alsjeblieft. Nou, loopt alles volgens plan?
Ja, zeker. Ik heb het idee dat de kindjes het heel erg leuk vinden en ze luisteren ook heel goed. Ze doen precies wat er gezegd wordt of wat ze leren. Nou, dus je bent wel tevreden? Ja, heel tevreden. Er waren heel veel kindjes die wilden meemaken hoe het in de supermarkt werkt. Dus we zijn heel blij met het enthousiasme. Nou, dankjewel dat ik het mocht vragen. Ja, natuurlijk. Graag gedaan. Wat ligt er allemaal op de tafel? Nou, dit zijn diploma's die de kinderen die hebben meegelopen vandaag krijgen als ze klaar zijn. En zijn dat echte diploma's? Dat zijn echte Albert Heijn Asten diploma's, ja. Nou, dan hebben we hier veel talent in Asten. Zeker weten.